Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Theekamp TV. Vandaag vanuit Kuinderen, waar een nieuw jeugdhonk geopend gaat worden. Ik doe deze aflevering samen met Ria van Hien. Zij is ondertussen druk bezig en zij zal zometeen een interview met de organisatie gaan doen. En verder gaan we eens kijken wat de bezoekers ervan vinden van de opening van het nieuwe jeugdhonk in Kuinderen. Veel plezier met deze aflevering van Theekamp TV. Hey, welkom in het jeugdhonk van Kuinderen. Het splinternieuwe jeugdhonk. Ik ga jullie even rondleiden. Hier rechts kom je direct bij de toiletten. En hier staan de dames om de muntjes of de bonnetjes uit te delen. Onze DJ Kule, hier zit Kai en Kai zit voor de muntjes. Nou, dit wordt straks onthuld om 3 uur. Dat is de Club van 25. Nou, dit is onze zaal. Hier krijgen mensen straks koffie. Koffie, thee, limonade voor de kinderen. Met pionierskoek. Hier hebben we onze berging. Dan moet je ons uitzicht eens even kijken. Hier zijn we bij de bar. Hier hebben we de keuken. Hier wordt gewerkt. Nou, het is ook allemaal hartstikke leuk en al nieuw. Gisteren, vrijdag, is de opening geweest, de officiële opening van het jeugdhonk. Hoe is dat gegaan? Nou, dat ging echt fantastisch. Het was wel een beetje koud, maar we hebben het zo kort mogelijk gehouden allemaal. We hadden de dorpsomroeper, Herman, en die heeft alles aan elkaar gepraat. Toen heb ik eerst een openingswoordje gedaan en toen Dieke Fransen van de gemeente. En toen heeft Alieke van het jeugdbestuur nog wat leuks gezegd. En toen zijn we open gegaan, hebben ze allebei het lintje doorgeknipt. Het was echt heel erg geslaagd. Er waren hier heel veel mensen en die waren echt zo vreselijk enthousiast. En we hebben heel veel dingen gekregen, heel veel geld gekregen. Dus we zijn helemaal blij dat iedereen zo met ons meeleeft. Het slaat ook goed aan, hè, het jeugdhonk. Er wordt goed gebruik van gemaakt door de jeugd. Ja, ja. Maar ja, we hebben een kleine tussenpoos gehad natuurlijk dat we het niet konden draaien. Maar nu zijn de kinderen alweer helemaal enthousiast. Maar we hebben natuurlijk wel straks weer veel vrijwilligers nodig die ons op vrijdagavond helpen achter de bar. Annemijn, jij bent jeugdbestuur hier bij het jeugdhonk in Kuinderen. Wat houdt het jeugdbestuur precies in? Nou, je mag allemaal verschillende dingen doen en activiteiten organiseren. En je helpt ook mee met allemaal dingen uitvoeren. En hoe lang ben je al in het jeugdbestuur? Ik denk een jaartje ongeveer. En wat vind je nu het leukste eraan? Nou, gewoon achter de bar staan en gewoon helpen of dingen organiseren vind ik ook heel leuk. Je staat nu dan bij het nieuwe jeugdhonk. Dat is gisteravond open gegaan, nu de open dag. Wat mag je vandaag doen? Ik mag consumptiebonnen uitdelen en ik mag ook hapjes rondbrengen en drinken uitgeven. Dus dat vind ik wel heel leuk. Nou, gaaf. Ben je trots op het nieuwe jeugdhonk? Ja, zeker. Het is heel groot en heel ruim. En het oude jeugdhonk was ook echt niet meer te verdragen. Het was niet goed meer. Dit is wel een flinke verbetering. Ja, zeker. Nou, wens ik je heel veel succes vandaag. Ja, hartstikke bedankt. Nou, dan sta je bij het jeugdhonk Kuinderen en we hebben net even het bestuur gezien. Maar het is vandaag open dag, dus er komen ook een heleboel gasten voorbij. En jullie komen zo aanlopen. Wie zijn jullie precies? Wij zijn de familie Hazenbroek. En de familie Hazenbroek komt uit? Kuinderen, hier aan de overkant wonen we. Oh, dat is mooi dichtbij dan. Dat is ideaal. Ja, dus we hebben precies alle vorderingen kunnen volgen en hoe mooi het is geworden. En dan komen we het eindresultaat bekijken. Vandaag. Sorry, wat zegt u? Vandaag is het zover. Ja, jullie hebben dus inderdaad alle voorbereidingen gezien. Gaf dat nou ook overlast of viel dat mee? Nee, totaal niet. Nee, absoluut. We weten waar ze mee bezig zijn. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus vandaar maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Hè? Of je nou, heb je wat gehoord? En bovendien, overdag werk je. Dus ben je niet thuis. Dat was een nieuwe aflevering van Theekamp TV. Hieronder even een reactie achterlaten. Duimpje omhoog zou tof zijn. En ik ben helemaal blij met je als je hiernaast ook nog even abonneert op mijn kanaal. Wie weet waar ik volgende keer sta. Misschien is dat bij jou. Stuur even een mailtje naar tv@joeytheekamp.nl als je wil dat ik bij jou langskom. En wie weet zien we elkaar dan. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.